Pasta, dat past altijd. Vandaag maak ik voor jullie linguine met tomaat en venkelzaad. Sowieso weekendproof. Ik snij mijn look en wortelen in fijne stukjes. Samen met het gehakt bak ik de groenten op in olijfolie. Ik vijzel de venkelzaadjes en voeg ze samen met de fijn gehakte rozemarijn toe aan het gehakt. De tomatenpassata gaat over het gehakt. Ik kruid nog met peper en zout en laat het geheel een half uur sudderen. Voor extra smaak rooster ik nog een twintigtal vlezige tomaatjes die gemarineerd zijn in de bijgeleverde kruiden. Dit voor 15 minuten in een oven van 200 graden. Over de gekookte linguine schep ik de saus en daarna voeg ik de geroosterde tomaten toe. Ik ben echt gek op kaas, dus als laatste doe ik er nog een laag parmezaan op. Voilà, easy, lekker en snel. Weekendproef dus. Buon appetito!